Sport je eigenlijk nog veel? Nou, het is lastig combineren. Het is weer vrijdag vandaag en dat betekent dat ik graag weer een nieuwe vraag beantwoord. En deze week komt die van Lieselot. Ik heb inmiddels een fulltime baan en merk dat ik nauwelijks meer aan sporten toekom. De grote vraag is dan natuurlijk, hoe behoud ik mijn topsportlichaam? Ja, dat is een goede, Lieselot. En ik vraag me eigenlijk ook af of er wel een eenduidig antwoord op te geven is. Want als je het hebt over gewicht en misschien ook over voeding, dan zijn de meningen daar natuurlijk zo over verdeeld. En ieder persoon en ieder lichaam is natuurlijk ook weer anders. Ik kan natuurlijk wel vertellen waar ik zelf baat bij heb gehad. En dat is onder andere door mijn voedingspatroon aan te passen. Zo eet ik nu bijvoorbeeld minder koolhydraten. Ik maak veel groente- en fruitsmoothies. Tussen de middag eet ik een maaltijdsalade. En 's avonds eet ik voornamelijk groenten, eiwitten en gezonde vetten. En mocht je na een drukke werkdag de moed niet meer op kunnen brengen om weer die sportkleding aan te trekken en te gaan sporten, dan kan deze tip je misschien ook wel helpen. Want hoe zou het zijn om 's ochtends voor je werk al te gaan sporten? Zo zwem ik bijvoorbeeld regelmatig in de ochtend en ik vind dat echt zo lekker. Je begint dan lekker fris aan de dag en je hebt die lichamelijke inspanning dan al gehad. Ik kan me voorstellen dat dit voor de niet-ochtendmensen misschien wel meteen een brug te ver is. Maar ik kan je zeggen, dit is echt wel een aanrader. Wat hier ook bij zou kunnen helpen is om de avond van tevoren je sportspullen alvast klaar te leggen. Dan hoef je dat de ochtend zelf niet meer te doen. Waardoor de drempel om daadwerkelijk te gaan sporten eigenlijk ook weer afneemt. En mocht je toch niet zo'n ochtendmens zijn, dan kun je dit ook toepassen als je terugkomt van je werk. Als dan je kleren alvast klaar liggen, dan is de kans dat je op die bank ploft kleiner en kun je eigenlijk meteen beginnen met je activiteit. Mijn laatste punt is, schrik niet, ik doe elke ochtend, of bijna elke ochtend, buikspieroefeningen. En dat is ook echt wel een aanrader. En ook hierbij geldt weer, leg het alvast klaar. Zo heb ik thuis yogamatjes met gewichtjes. En als ik 's ochtends wakker word en dat dan zie liggen, het enige wat ik dan hoef te doen is op het matje te gaan liggen, gewichtjes te pakken en oefeningen te gaan doen. En het is nu een routine geworden, net als tanden poetsen. En als het een routine wordt en in je systeem zit, dan kost het geen moeite meer. En dat is wat je wilt, toch? Lieselot, ik hoop dat je wat kunt met deze punten. En mocht je nog wat meer informatie willen over hoe je jezelf kunt motiveren om weer te gaan sporten, bekijk dan aflevering 4 van Ex-Top Sporten TV ook nog eens terug. En heb jij, net als Lieselot, ook een vraag? Stuur me dan gerust even een berichtje. En ik zal je vraag zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. En tot slot heb ik ook nog weer een vraag voor jou. Hoe hou jij je lichaam in shape? Heel erg bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week hier op Ex-Top Sporten TV.